Een Mr. Mime? Dat is super sick als we deze mogen vangen. Kom op, kom op, kom op. Nee, 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 nee. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan weer lekker verder met onze Pokémon Let's Go Eevee Nuzlocke Challenge. Tot nu toe gaat alles nog goed, maar ik moet wel op gaan passen, hè. Want jullie weten dat als er een Pokémon down gaat, dan mag ik hem niet meer gebruiken. En kijk eens wat een mooie Pokémon hier allemaal zijn. Jigglypuff, Psyduck en we hebben hier dus ook al een Vulpix gezien, maar ik mag ze gewoon allemaal niet vangen. Want ik mag alleen de eerste Pokémon vangen die ik tegenkom, dus deze Rattata mag ik ook niet vangen. Maar wat ik wel mag doen om mijn Pokémon sterker te maken is gewoon trainen door te vechten met trainers. Dus we gaan eens even kijken wat Camper Ricky, hey, naamgenootje. Hallo, die heeft een Sandshrew. Oh, oké. Okay. Sandshrew. Ik gooi Queen eruit. Die stond op de eerste plek. En dat is dus precies niet handig. Ik denk dat we Spruitje even nodig hebben. Deze Sandshrew is trouwens level 15. Ja, we moeten wel een klein beetje op gaan passen met dit soort dingen. Ik hoop dat dit allemaal meevalt. Hij doet een Sand Attack. Dus daarmee damage die mij in ieder geval niet. Dus dat is een groot voordeel. En dan hoop ik dus dat ik met een Vine Whip hem gewoon kan raken. Ja, nee, kijk. We kunnen hem dus nu niet raken. Dan gaat Sandshrew voor de Scratch. Dat is een critical hit. Probeer ik nog een keer Vine Whip. Nu raak ik hem wel. En hij is nog niet down. Hij doet nog een keer Sand Attack. Dus dat houdt in dat het nog moeilijker wordt om deze Sandshrew te raken. Kom op, Spruitje. Pak hem met je Vine Whip. Lekker. Hij raakt hem toch gewoon. Heerlijk. Nice. Sandshrew verslagen. Lekker bezig, Spruitje. 89 XP. Queen groeit naar level 18. Dat is onze Nidorina. En dan krijgen we nu te maken met een Nidoran. En echt hele goede counters hebben we daar niet voor. Dus ik schakel toch maar even over naar Eve. Omdat mijn Eve gewoon lekker allround is. En mijn Eve is gewoon ook super sterk. Dus ik ga er wel een beetje vanuit dat dit goed gaat komen. Bouncy Bubble op de bakkes van Nidoran. Daarmee krijgen wij ook weer HP terug. Dus dat is lekker. We hadden 45 HP en nu zijn we gewoon weer vol. Lekker. Nidoran doet even een pack. En dan gaan wij het even finishen met Sizzly Slide. Kablam! Hoppakee. En zo is ook Nidoran down. En hebben we mijn naamgenoot Ricky verslagen. Even kijken hoe het in mijn party staat hoor. Ja, Queen gaat nog wel goed. En dan gaan we nu met zijn vriendinnetje battelen. Kijken of zijn vriendinnetje het beter doet dan hij. Zijn vriendinnetje is Nancy. Let's go Nancy. Die heeft de vrouwelijke Nidoran. Ja, dat was wel een beetje te verwachten. En die mag tegen de grote zus gaan battelen dan. laat ik een bite doen. Kom op. Bite. En ja, zij had dus hetzelfde plan inderdaad. Nidorina tegen Nidoran. Oh, ik doe per ongeluk Poison Sting. Dat was helemaal niet de bedoeling, want die is natuurlijk not very effective. Ik wilde namelijk Double Kick proberen, maar ik denk dat Bite eigenlijk gewoon het slimste is om te doen hier zo. Laten we even doorgaan inderdaad met Bite. Critical hit. Nu doen zij ook nog een keer. Zou het nu klaar zijn met deze Bite move? Yes, oké. Doe je niet de run. En dan heb je waarschijnlijk nog een Pokémon, toch? Dat is een Jigglypuff. Ja, dat ga ik ook gewoon proberen met Nidorina. Ik kan niet wachten tot Nidorina een Nidoqueen wordt, jongens. Maar eerst moeten we Nidorina natuurlijk gewoon wat nieuwe aanvallen leren. Poison Sting is nu wel goed. Tegen Fairy type Pokémon. Dat is lekker. Super effective. Critical hit. Alles poisoned. Lekker Nidorina. Jigglypuff doet een pound. Is dan beschadigd door de poison. En daarmee gaan we Jigglypuff in twee beurten verslaan. Met je schattige oogjes. Kablam. Doe Jiggly. Mazzel. En Nancy die haat blijkbaar verliezen. Die kan niet zo goed tegen haar verlies. Zo balen dat ik al die Pokémon hier niet mag vangen. Hier hebben we een Sailor. Dus ik heb nu Spruitje. Onze Bellsprout maar even op de eerste plek gezet. Want deze trainer heeft sowieso watertype Pokémon. Zie je inderdaad een Tentacool. Dan hoop ik niet dat hij al Poison type moves kent. Want dat zou problematisch kunnen zijn voor Bellsprout. Ik ga gewoon een Vine Whip doen. Ik ben sowieso wel... Oh, ik dacht ik wilde zeggen. Ik ben sowieso sneller. Oké, dit gaat nog goed jongens. Lekker. Nou, het valt allemaal mee. Ik dacht dat die Poison type move meer pijn zou doen. Maar het valt mee. Hij doet wel supersonic. En dat is wel jammer. Dat is wel irritant. Nu zijn wij confused. Dus ik hoop niet dat ik mezelf ga slaan nu. Kom op. Ja, alsnog doet hij gewoon Vine Whip. Lekker. Tot nu toe gaat dat elke keer goed met Spruitje. Als hij confused is. Lekker hoor. En hij groeit gelijk naar level 19. Nou ja, ik zeg heet het hij. Maar Spruitje is een zij. Ik heb bijna allemaal vrouwelijke Pokémon in mijn team namelijk. Doei Elijah. Ja, het is wel even lekker dat we onze Pokémon hier kunnen trainen. De lure is uitgewerkt. Ja, ik ga ook geen nieuwe lure gebruiken. Want we mogen toch geen andere Pokémon meer vangen op deze route. Hier ligt nog een Pokéball. Dat is een Paralyzed Heal. En nou was hier iemand volgens mij die een Butterfree heeft. Dus ik ga Skye gewoon weer als eerste in mijn team zetten. Onze Pidgeotto. Let's go.
En dan gaan we wel kijken hoe dit gaat. Tegen twee trainers hier. En deze meneer zegt, hey, je wilde met me praten. Nou, ik wilde eigenlijk niet met je praten, Jeff. Ik wilde er gewoon langs. Bellsprout. Hoi, Bellsprout. Tegen Pidgeotto. In de vorige aflevering evolueerde Pidgey in Pidgeotto. En ik vind Pidgeotto wel een baas, jongens. Ik denk dat hij heel lang bij ons in ons team blijft. Kijk eens, hoppa. Heerlijk dit. Lekker gedaan, Pidgeotto. Oh, en dan hebben we Jeff al verslagen. Zo snel ging het, want hij had maar één Pokémon. Dan krijgen we nu te maken met zijn vriendinnetje. En die staat hier. En ze zegt, ik? Nou, oké, ik speel wel mee. Deze hebben weinig woorden nodig om een punt duidelijk te maken, deze twee trainsters. Isabelle. Oh, een Charmander heb jij. Oké, dat is cool. Ja, ik wilde zo graag een Vulpix vangen op deze route. Maar dat is helaas weer niet gelukt. Oké, Charmander, let's go. Ik doe een Wing Attack. Hoeveel damage doet dat op jou? Dat doet precies de helft volgens mij. Charmander doet een Ember. Dat doet meestal niet zo heel veel pijn inderdaad. Doen we gewoon nog een keer een Wing Attack. Is het dan al klaar met Charmander? Ja hoor. Ja hoor. Lekker Pidgeotto. Nu die geëvolueerd is naar Pidgeotto is die ook gelijk een stuk sterker geworden zo te zien. Steenkop, dat is onze Geodude, is inmiddels level 17 geworden. Ja, lekker. En dan zijn we aangekomen in de volgende stad. En dat is natuurlijk Vermilion City. Deze Squirtle kan je krijgen in de game, maar ik accepteer geen gift Pokémon. Dus ik ga die Squirtle niet meenemen, maar ik ga wel heel snel hier naar het Pokémon Center. Mijn Pokémon kunnen namelijk wel wat healing gebruiken, jongens. En dan zijn we ook op het moment gekomen dat we twee nieuwe Pokémon straks aan ons team kunnen gaan toevoegen, jongens. Want als wij naar rechts gaan in Vermilion City, komen we op de volgende route uit. En onderweg naar die volgende route hebben we natuurlijk de Diglett's Cave. En in de Diglett's Cave, de naam zegt het al, kunnen we Diglett gaan vangen. En dat gaan we dan ook zeker doen. In deze grot kan je Diglett vangen. En de eerste Diglett die we tegenkomen of nog niet, mogen we er nog niet door? Oh nee, we mogen er nog niet door. Diglett's die hebben te veel gaten gegraven. En ze zijn hier de gaten aan het opvullen. Maar mogen we dan wel gewoon een Diglett vangen? Kijk hier, twee Diglett's. Hoppakee. Oké, we moeten hem nog wel zien te vangen. Ik heb Great Balls, dus ik hoop op een groene cirkel. Nee, dat niet. Dan ga ik sowieso even een raspberry erop gooien, zodat het misschien wel een groene cirkel wordt. Ja, top. Nu wordt het wel een groene cirkel. Kom maar op. Diglett! Heel erg handig voor in je team tegen Electric-type Pokémon, tegen Poison-type Pokémon. Dus ik denk dat wij Diglett gewoon in ons team moeten doen, aangezien we ook geen Sandshrew hebben. Diglett! Yeah! 143 XP, weer een nieuwe Pokémon voor in ons team. Pillar gaat een level omhoog naar level 16 en die wil Psybeam leren. Kijk, en nu... Ja, nu wordt het wel interessant. Nu wordt Butterfree op zich wel interessant, jongens. We halen Tackle weg en we leren Psybeam. Maar we hebben dus nu ook Diglett. En ik denk dat het op zich wel slim is om die Diglett gewoon in ons team te doen. En dan moeten we natuurlijk een nickname geven. Ik vind het altijd net een mol, dus ik noem hem gewoon Molly. Is het trouwens... Dit is wel een man. Ja, dan is Molly een gekke naam. Dan noem ik hem Molloot. Waarschijnlijk kijken veel van jullie wel wie is de mol. Dan weten jullie wat een Molloot is, toch? Ja, en dan wil ik hem eigenlijk toch wel aan mijn team toevoegen. En het ding is dat ik Pillar echt heel erg weinig gebruik tot nu toe. Dus Butterfree, sorry man, maar je gaat uit mijn team. Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat Diglett ontzettend weinig HP heeft. En ik laat je maar even achter me aanschuifelen. Maar de kans dat Diglett down gaat en dat we Diglett dus nooit meer mogen gebruiken, omdat hij dan dood is, is ontzettend groot. Dus misschien dat Butterfree nog wel terugkomt in het team. Ik heb een lure aangezet en ik hoop zo dat we hier een Drowsy gaan vinden, jongens. Welke Pokémon zien we hier als eerst? Het is... Wow! Het is Mr. Mime! Wow, dit is sick. Ik wil deze vangen, jongens. Mr. Mime kunnen we gewoon in ons team doen. Als het lukt. Oh my gosh. Oké. Ik ga strakjes een Nanaberry op hem gooien. Als die weer een beetje in het midden staat. Of zal ik hem gewoon daar gooien? Laat ik hem gewoon daar gooien. En dan hoop ik dat ik raak mag gooien. Ja, oké. Een nice throw. Een Mr. Mime? Dat is super sick als we deze mogen vangen. Kom op. Nee. Oké, we moeten doorgaan met die Nanaberries. Dat sowieso. Oké, dit is geen nice throw. Dit is geen great throw. Dit is geen excellent throw. Dit is een normal throw. Oké, dit wordt een ding, jongens. Dit wordt een ding. Gooi nog een keer een Nanab. Nog een keer. Snel. Oké, hij zit nu recht. Kunnen we een excellent throw? Nee, ik gooi scheef. Oh, het cirkeltje is nog steeds oranje. 1, 2. Nee, dit gaat helemaal fout. Kijk, hij gaat nu wegrennen. Heel snel een Nanab. Oké, nu hebben we in ieder geval nog één kans. Gooi recht. Oh my gosh, gooi alsjeblieft rechter. Kom op, Rick. Dit is een great throw. Dit is waarschijnlijk de laatste kans dat hij gaat wegrennen. 1, 2, 3. Nee, hij gaat wegrennen. Oh.
Nee! Nee! Nu mogen we hier op deze route geen Pokémon meer vangen. Echt, waarom doe je me dit aan? Game, waarom doe je mij dit aan? Oh my gosh. De kans is zo klein dat je een zeldzame Pokémon vindt op dit soort routes. En dan vinden we er één en dan vangen we hem niet en dan... Nu mogen we dus geen nieuwe Pokémon meer vangen op deze route. Dat is hoe een Nuzlocke Challenge werkt. Als de Pokémon wegrent... Is het klaar. Mr. Mime had zo nice geweest voor deze fase van de game, jongens. Een psychic Pokémon hadden we echt goed kunnen gebruiken. Dit doet echt veel pijn. Nou, dan gaan we maar weer battelen. Tegen Sailor Dirk. Ja, we moeten onze Pokémon toch sterker zien te maken. Oh my gosh, we komen gewoon als eerste een Mr. Mime tegen. En dan gebeurt dit. En dan laat die freaking Poliwag ons ook nog slapen. Ik moet nu echt uitkijken dat het niet allemaal nog pijnlijker wordt. We moeten ervoor zorgen dat we in ieder geval niet onze Pidgeotto ook nog verliezen. Dit kan niet. Waarom gebeurt mij dit? Ik gooide nog best wel oké. Ik gooide echt nog best wel oké. Die laatste Great Throw, daar had ik echt hoop mee dat ik hem zou kunnen vangen. Maar nee hoor. Nee. Mr. Mime besluit gewoon om weg te rennen. Hij denkt, bekijk het maar. Mij vang je niet. Ik ben niet voor één gat te vangen. Echt super pijnlijk. Wing attack op Machop. Hoppa. Machop doet karate chop. En ik Machop hem nog een keer met mijn wing attack. Chop, chop, chop. Kablam. Hoppa. Machop is fainted. 109 XP. En een leveltje omhoog naar level 19. Dat is dan wel weer een schrale troost, jongens. En Eve groeit ook een level naar level 20. En dan hebben we Dirk verslagen. Oh, maar wat had ik graag die Mr. Mime gevangen. Helaas, helaas. Ja, nu moeten we weer positief gaan doen, hè. Hier staat een mechanic. Zal ik dat eens met Molloat gaan proberen? Ja, nu komt er nog een Mr. Mime, hè. Jij vieze man. Jij vieze man. Waarom ren je weg van mij? Waarom join je niet gewoon mijn team? Freaking Mr. Mime. Het is zo gezellig in mijn team. Ik zorg zo goed voor mijn Pokémon. Niemand is nog down gegaan, hè. En dan weiger jij om in mijn team te komen. Ik vind het echt heel naar. Nou, oké. Okay. Battle met de mechanic. En dan gaan we Molotus even testen. Alhoewel, ik denk dat hij nog geen dik kan. En als hij nog geen dik kan, dan heeft het niet zo heel veel zin eigenlijk. We moeten nu tegen Voltorb. Go, Molloat! Daar is die Diglett. Oh, hij kent wel dik. Oké, okay. Ik ben denk sowieso wel sneller. Nee, niet. Hij doet Swift. Die aanval kan mij dus ook niet missen. Moet je zien, hè. Meer dan de helft van mijn HP is al weg. Voltorb doet nu Lightscreen. Oké, en doe maar dik. Hoeveel pijn doet dat? Ja, kijk, we one-hitten hem wel, hè. Hij heeft een onwijs hoge HP. Ik bedoel attack power. Onwijs veel attack power heeft Diglett. Maar zijn defense is gewoon niet zo heel erg goed. Maar goed, oké. We geven Sky eventjes een potion. En dan wil ik even hierachter kijken wat hier voor item ligt. Hier ligt een super repel. En dan wil ik even met deze meneer vechten. Win, lose or draw. Gamer Hugo. Die heeft een Diglett. Nou, dat vind ik helemaal top. Aangezien ik Sky eruit ga sturen. Is die Diglett... Wat? Die Diglett is level 26? Level 26? Doe eens normaal. Hoe dan? Hoe ben jij level 26? Gelukkig hebben we nu een fly Pokémon, hè? Volgens mij, hoe kan jij zo hoog zijn? Die Fissure Move die raakt mij niet. Dat vind ik echt top. Volgens mij is Fissure een move die je namelijk in één keer sloopt. Dus als Fissure je raakt, volgens mij ben je dan in één keer down. Ik ga het zo eens even opzoeken. Volgens mij is dat een vrij nieuwe move. Level 26... Hugo, we hebben hem verslagen. Oh, dit was echt super lucky. Dat we gewoon een fly-type Pokémon aan hadden staan. Ik ga het even opzoeken hoor. Pokémon move Fissure. Inderdaad, Fissure is een one-hit KO move. En daarom zegt hij dus gokken. Dat je gelijk kan spelen, winnen of verliezen. Maar die Fissure move, omdat het een ground-type move is, kan die dus sowieso geen flying-type Pokémon raken. Holy moly, wat hebben wij hier een geluk. Stel dat ik heel onwetend hier zo gewoon Eevee eruit had gestuurd, hè. En die Fissure move had mij geraakt. Dan waren we gewoon onze Eevee ook nog kwijt. Dan was dit echt, echt... Echt een rampzalige aflevering geworden. Oh man, jeetje. Oké dan, ik wil eventjes hier naartoe. Want ik wil eventjes met die mevrouw of meneer praten die hier binnen staat. En daarvoor moeten we eerst Last Tomo verslaan. En die gooit er een Jigglypuff uit. Oh, wat een aflevering is dit joh. Oh, dat is niet normaal wat er allemaal gebeurt vandaag. Let's go. Deze is gewoon weer level 16, deze Jigglypuff. Dus dat is top. Die kunnen we verslaan. Ja, maar oh, dan moeten we wel weer gaan slapen. Dan duurt het wel weer allemaal heel erg lang. Ja, we zijn lekker aan het slapen.
lekker in de lucht een beetje aan het hangen. En tegelijk, terwijl we vliegen, slaapt Pidgeotto gewoon. Want Pidgeotto kan dat. Die kan gewoon vliegen en slapen tegelijk. Dat wisten jullie niet, hè? Maar Pidgeotto kan dat. Word eens wakker, Pidgeotto. Kom op. We moeten even een Jigglypuff verslaan, jongens. Kom op. Ja, lekker, Sky. Hoppa, doen een wing attack. Ja, ondertussen heeft de Jigglypuff lekker veel defense curls gedaan. Dus zijn defense is omhoog gegaan. Maar alsnog kunnen we gewoon met wing attack. Kablam. Hoppa. Nice. Doei, Jiggly. Had je nog een Pokémon misschien? Ja, een Nidorina. Die wij dus ook hebben in ons team. Een Nidorina. Toffe Pokémon. Let's go. Doe maar gewoon lekker wing attack. Bam. Dan doet hij een double kick. Zij doet natuurlijk een double kick. Nidorina is een zij. Ja, ja, oké. Mag van mij. Ik zou niet heel snel voor double kick kiezen, denk ik. Maar goed, maakt niet uit. Kijk, ik zou inderdaad eerder bite doen. Dat werkt beter, Nidorina. Maar alsnog werkt het niet goed genoeg. Want... Nou, nee, inderdaad. We hebben Nidorina nog niet down. We moeten niet te vroeg juichen, want misschien zou dit wel een critical hit kunnen zijn. Wat ik nog even kan doen, is Roost, waarmee we dus de helft van onze HP weer terugkrijgen. Dat is wel handig voor de volgende battle. Hoppa, heel goed gedaan. Krijgen we nog wel een double kick op onze bakkers. Kijk, die is nu wel... Ja, die is nu wel super effective. Dan ga ik gewoon nog een keer Roost doen. Toppie. En dan zijn we weer bijna full HP. Doet Nidorina weer een keer bite. En dan gaan we nu maar eens echt afmaken. Met één quick attack. Boom. Bye bye Nidorina. Ben ik benieuwd hoeveel XP we krijgen van Nidorina. 204 is best wel veel. Dan hebben we Tumu verslagen. Maar wat ik dus even wilde checken is hier binnen. Want als we namelijk hier naar boven gaan. En we gaan met deze meneer praten. Dan zegt hij. Hey, ken je me nog? Ik ben een van professor Oak's assistenten. En als je 30 Pokémon hebt gevangen. Dan kan ik je de judge function geven. Dus hij vraagt ons nu. Hebben we 30 Pokémon gevangen? Volgens mij nog niet. Hebben wij nog niet gedaan. We hebben er maar 15, dus we zitten pas op de helft. De judge functie wil je wel hebben, want daarmee kan je zien hoe goed je Pokémon nou eigenlijk zijn. Of je een beetje goede nature hebt bijvoorbeeld. Of je gewoon qua IV goed zit. Oké, let's go. We gaan naar buiten. Ik pak nog heel even deze Pokéball op. Oh, dat zijn 5 Great Balls. Nice. Ja, die hebben we net allemaal verspeeld bij Mr. Mime. En dan is het tijd om deze aflevering af te sluiten. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Oh my gosh, die Mr. Mime. Ik kan vanavond niet slapen, denk ik. Dit was zo jammer. Maar dit kan dus gebeuren in een Nuzlocke Challenge. We mogen hier geen nieuwe Pokémon meer vangen. Maar als je dit wel tof vond, doe zeker even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Muzzle!